San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Het is een plaat, ja, die heb ik ergens liggen. En die werd toen zo verkocht. Ik wel, hij heeft mij gelachen hoor. Moest hem opnemen. Maar er zijn er misschien maar één of twee die een beetje kunnen zingen. Theo van Duivenbode is een van de spelers van Feyenoord die bijna 50 jaar geleden de Europacup 1 won. Met de Amsterdammer kijken we vandaag terug op de eerste halve finale wedstrijd van 1 april 1970. Uit bij het Poolse Legia Warschau. We logeerden altijd in die landen achter het IJzeren Gordijn. Dat hadden we ook in Oost-Berlijn, die wedstrijd ervoor, in hele luxueuze hotels. En we kwamen daar binnen en meneer Broks die gaat dat hotel binnen, die kijkt in die hal. En in die hal had je allemaal van die enorme kroonluchters. En hij kijkt om zich heen en hij zegt, jongens, terug die bus in. Want er liepen allemaal verschrikkelijk veel mooie vrouwen rond. Ja. Dus wij allemaal weer die bus in en toen werden we 30 kilometer buiten Warschau werden we in een hotelletje gestopt die helemaal niet op ons gerekend hadden met kamers waar de emmers onder stonden voor het water. Zo gingen wij de halve finale in. Hè? Ze hadden daar een heel goede middenvelder, Boniek. Het was heel slecht weer. Dat bleek later ook wel op het veld, want het was een enorme modderpoel. En Legia Warschau was een ploeg van het leger. Hè? En dat was ook een wedstrijd, als je dat nog eens een keertje terugziet. Dat was eigenlijk, voetballen was eigenlijk niet mogelijk. Het was één grote modderpoel. Hè? En hoe verliep die wedstrijd dan, weet u dat nog? Nou, dat is heel moeilijk. Hè? Kijk, je speelt uit. Het stadion zit vol. En die bal die kan je alleen maar hoog wegspelen, zoals we veel van die wedstrijden gespeeld hebben. Dus eigenlijk sta je eigenlijk 2 of 3 kwartier onder druk. Maar die goal valt niet. En dat is dan je mazzel. Ja, want dat was eigenlijk het verschil met de twee rondes daarvoor. Want zowel als in Berlijn als in Milaan verloren jullie met 1-0. Moesten jullie dat thuis wegpoetsen. Ja. Maar dat wisten jullie nu te voorkomen. Ja, maar dan moet je ook reëren. Dus daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Ballen die er net niet in gaan. Want je staat wel onder een enorme druk. Dus je kan die bal alleen maar door de lucht spelen, zodat je ruimte krijgt en daardoor tijd creëert. Ja, 0-0. Ja. Dat is een heel mooi uitgangspunt.